Dames en heren, van harte welkom terug bij een nieuwe nieuwsgierigheidsspeeltjes. Ik heb weer een doos binnen. Irrelevante informatie. Ik heb deze al een hele tijd binnen, was er nog niet aan toegekomen. Ditmaal, ik weet geen eens welk nummer het is. Er staat geen nummer meer op. Ik weet mijn god niet welk nummer dit is. Hoe dan ook, we gaan hem openen en we gaan kijken wat er natuurlijk in zit. Daarbij wil ik ook mededelen, ik word niet gesponsord door de Curiosity Box. Wordt nog wel eens gevraagd. Is niet zo. En de eerste blik. Ik doe het altijd en elke keer zien we gewoon helemaal niks. What do we have here? Voor de koekeloerders alvast een klein beetje. We hebben een visitekaartje van Flavio Montiel Gamo Rex. Of het werk heet Gamo Rex. Ik zou mijn god niet weten wat het is. Een humanoid science fiction idee. Oké. Nou, dit is een soort shout-out weer of zoiets. Het is iets met een plaatje van het universum. En op de achterkant staat Dominic Wallerman is an author and YouTube creator who makes science videos and is best known for a series mapping different scientific disciplines. Oké. The domain of science. Geinig, geinig, geinig. What do we have here? The magic 8 ball staat op de zijkant. Got a question, the answer may be in the stars, or at least in Inc's exclusive astronaut magic 8 ball. Ask it a yes or no question, give it a good shake and see if the cosmos can provide some guidance via the icosahedron, a solid with 20 faces floating inside. Will it grant you stellar insights? The answer is yes. Or is it? Magic 8 ball, ik heb al een 8 ball hier in mijn woning, die ik eigenlijk niet meer gebruik. Die heb ik wat van Milan gekregen voor geven nemen, geloof ik. Of daar werd het voor gebruikt. Sindsdien ligt die stof te happen. Oh, het is inderdaad een astronaut. Dit is hem. En ik denk dat het gezichtje een antwoord vertoont. Wacht, ik schud gewoon even voor de zekerheid. En wat hebben we? Niks? Oh, het is heel lastig te zien. Dat is zo'n beetje niet te zien, man. Wat moet ik nog doen? Oké, ik heb hier één antwoord, maar ik kan het moeilijk aan de camera laten zien. Want dan kantel ik hem weer. Of we improviseren gewoon, omdat zo ben ik dan ook wel weer. We shake and we get a answer. En er staat, hey Vsauce, no here. Leuk bedacht. Wel een beetje lastig te zien, want hij werkt niet helemaal zoals ik had verwacht. Maar er zit een soort dobbelsteen in en dan klettert hij gewoon antwoorden eruit. Dus we kunnen wel een leuke eruit proberen te vissen. Als in ja of nee vraag. Gaat mijn eten vanavond lekker smaken? Weet ik veel, ik moet ook gewoon iets verzinnen. En het antwoord is, ik kan het gewoon niet zien. Hè. Het werkt niet zoals naar behoren. Kom op nou. Wat een klote ding. Ik kan er geen antwoord uit krijgen, want ik zie alleen maar bubbels en... Oh, dit is helemaal shit. Ik kan gewoon letterlijk het antwoord niet zien. Nee, jammer. Daar kunnen we niks mee. En dit is ook echt het meest fragiele piepschuim wat ik ooit in mijn handen heb gehad. Elke keer al pak ik een randje, gaat het gewoon gelijk stuk. We hebben hier het exclusieve t-shirt. Oh, het heeft een soort 80 jaren thema. Nou, gaan we. Huh? Nou, dit is hem. Er staat op Vsauce. Het is wel een lekker shirtje op zich. Next item. Het is Inks Symmetric Cuttrick Puzzles. Cuttrick en Symmetric come from the mind of the famed Finnish puzzle designer Vesa Timonen. Despite the simplicity of their parts, they are regarded as two of the most difficult puzzles ever invented. The setup for their solutions is the same. Two pieces are placed flat on a surface without overlapping. Ik snap er niks van, maar het zal wel. We gaan het proberen. Oké. Two pieces are placed flat on a surface. En wat wil je dat ik doe? Arrange both pieces in a symmetrical shape. En dat zou dan met oranje moeten kunnen. En dit is dan het voorbeeld wat ze aangeven. Maar dat werkt niet. Ik snap het idee er niet helemaal achter. Dat is het probleem. Ik zit ernaar te kijken. Ik zit ermee te kloten.
Ik snap niet... Ik snap het niet. Dit is de anamorphic cylinder. Wat het doet. The magic of the kata... Kato... Jemig. The magic of kato... Ketoptric anamorphism is now at your fingertips. This cylindrical mirror takes a distorted image and by virtue of the laws of angles, of incidence, and reflection transforms into a recognizable picture. Like curiosity, this mirror can take something strange and transform it into something familiar. Dus we hebben met een spiegel te maken. Cilindervormige spiegel, om wel te spreken. Alleen hoe zou het dan zeg maar iets kunnen weerspiegelen dat het goed lijkt? Ben ik nou zo stom of snap ik niet helemaal wat hiermee wordt bedoeld? Dit zijn eigenlijk twee dingen achter elkaar waarvan ik zit van... Huh? Next item. Een magnifier. Ja, we weten allemaal hoe een vergrootglas werkt, maar... Want ik had in een ander pakketje had ik ook al een magnifier gekregen. Maar dat was dan specifiek voor steentjes die ik had opengebroken. En dit is er eentje met meerdere lenzen, als het goed is. Zelfs in een mooi verpakt hoesje zelfs. Oké, en dan duwen we het eruit. Oeh. Oh, dat is een hele mooie. Oh, nu zitten mijn vieze vingerafdrukken er alweer op. Nice. Er zit zelfs een lampje in. Kijk, blauw lampje. Normaal, ja, wit lampje. Dat is echt nog een heel sterk lampje. What the fuck? Oké, laat me iets pakken. Fuck it. De tekst hier achter op het doosje is best wel klein. Yes. It works. Holy shit. Dat is op zich ook wel te verwachten van een vergrootglas dat die werkt. Hopelijk tik ik hiermee mijn lens niet kapot, maar... Look. A loop is a special kind of... Oké, dit is lastig om met de camera en shit te doen, maar... Magnifier that generally uses multiple lenses to magnify objects with minimal optical aberration. It works! Nou, mocht ik ooit een vergrootglas nodig hebben met een lampje erin, ik heb er een in een mooi doosje. So I am satisfied. Dan hebben wij hier een downloadable Steam game. De game heet N-Gear. N-Gear is a game about motion and geometry. Part puzzle game, part drawing tool. N-Gear is all about your geometric imagination. Oké, dat klinkt best geinig. En de code luidt als volgt. Deze moet je dan invullen op Steam, de code. En dan heeft één van jullie een gratis spelletje. In 3, 2, 1, hoppa, alsjeblieft. We have cut in half. Het was geen intentionele woordspeling, maar het is een boek over, denk ik, objecten die door de helft zijn gesneden. With the help of a high pressure water jet cutter, bla 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 bla. Ja, dit moet je inderdaad met water snijden, anders kan je dat echt niet zo recht doen. Oké, laten we eens een leuk object eruit pakken. Ja, een voetbalschoen, bijvoorbeeld. Dan zie je de lagen van de zolen zie je zitten. Het is een beetje een slecht voorbeeld. Bokshandschoenen. Dan zie je ook met allerlei verschillende lagen dat opgebouwd is. Er zitten ook gewoon echt ouderwetse dingetjes tussen, zoals hier nesting dolls van die... Russische babushka poppetjes die in elkaar kunnen. Of de Guitar Hero controller. Allemaal ouderwetse dingetjes, maar wel leuk. Last but not least. Oh joh, dit hoorde bij die cilinder. Ik zat ervan, wat doe ik nou verkeerd joh, maar... Kijk, ik heb hier allerlei plaatjes en grids, et cetera. Die dus... uit zichzelf er heel gek uitzien. Maar als we dan de cilinder eigenlijk hier neerzetten, of in het midden, dan zou je zeg maar dat normaal gesproken goed moeten zien. We pakken het plaatje van de aarde en ik probeer het zo goed mogelijk op de camera te laten zien.
Maar dit is natuurlijk een... dit is niet echt hoe de aarde eruit ziet. Volgens mij platte aarde-theoristen die zitten echt nu... die draaien om in hun graf. Want nou, zo ziet hij er al helemaal niet uit. Dan zetten we de cilinder in het midden. En dan zou je, als het goed is, op de cilinder... Ik zie het zelf ook niet helemaal goed. Maar op de cilinder zou je dan zeg maar het juiste plaatje moeten zien. Zo? Zien jullie het op deze manier? Volgens mij wel een beetje, hè? Ja, ik denk dat dit hem is. Het is een beetje lastig de juiste hoek te vinden ervoor. Ja, als ik hem zelf zo neerzet, dan zie ik hem inderdaad gewoon goed. Oké, laten we het met de jongens van Weesaus proberen. Ja, als ik zelf kijk, dan ziet hij er al goed uit. En als het goed is, zien jullie de jongens nu ook goed. Ja, het is een beetje lastig te laten zien, want eigenlijk voor een cilinder zou je er helemaal omheen moeten. Maar zo zou het goed moeten zijn. Nu snap ik hoe die werkt. Ik zat van, hè? Ik heb helemaal niet die juiste plaatjes hiervoor, maar ze hadden ze wel bijgeleverd. Oké, top. En dat was alweer het laatste product uit de doos. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je het een leuke video? Belonen dan met een duimpje omhoog. Wil jij toevallig twee andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Of zou je wat merchandise willen? Ga dan even naar www.gamenip.nl. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!